Ik noem het elke keer dromen. Maar niet alleen dromen, niet alleen Astral Travels, niet alleen de Aether door. Ja, de Aether. Akashic Records. Oh, en er zitten heel veel hindernissen. Afleiding. Zorgen dat ik ergens niet doorheen kom. Dat ik ergens niet aan het komen ben. Vannacht. Ik werd om half vijf wakker. En ik lag gewoon lekker, maar ik kon niet verder in slaap komen. Volgens mij om 8 uur of zo. Kijk op de klok, dacht ik, wat kan ik? Ik lig al zo lang in bed dat ik niet verder kan slapen. Maar in die tijd was ik zoveel aan het nadenken. Ik weet niet hoe anderen de Akashic Records zien. Veel zijn het aan het inkleuren. Van hoe door anderen, vooral mensen uit het verleden, werd verteld. En in die tijd waren er blijkbaar ook alleen maar boeken. Ja, boeken staat zoveel kennis in. Dus ziet het er voor veel uit als een of andere bibliotheek of zo. Maar de Aether heeft zo'n grotere vorm gekregen sinds dat we het internet hebben. Dat echt zelfs films en videogames, alles is in de Aether terecht aan het komen. Er is een heleboel in de clouds aan het opslaan. Ik kwam in een ruimte terecht, dat leek wel een studieruimte, Mason-achtig, met alle voorwerpen en alles die er ook stonden. En ze zeggen dat je je dromen niet kan lezen. Ja, ik lees daar. Eén muur met 15 tablets. Drie rijen van 5. En het onthouden, ja, wanneer ik dan weer wakker word, is echt maar een fractie. Want daar al was het gewoon zo echt als dat het hier al was. Is hier al bij het bewustzijn, hè, wakker zijn. Is de hele dag doorlopen is een stuk makkelijker. En is het ook, dan heb ik 3-4 uurtjes geslapen. Terwijl daar al was het gewoon misschien wel 10 uur bezig. Dus die 10 uur dan, terwijl ik eigenlijk maar 3 uur ben weg geweest. Dat is waarschijnlijk ook waarom het zo weinig blijft hangen. Jezus was echt God. En God is niet Jezus. Hoe je dat ook zegt. Daarom misschien ook wel dat ik meer richting Isa leun. Want wat zal Jezus zijn echte naam geweest zijn? Of is hij geboren als Jezus? Dat weet ik, snap ik ook nog niet precies. Misschien is hij geboren, maar de spirit die erin zat, dat was dan zeg maar God of zo. En terwijl hij ook nog God is, was hij ook hij die is als God. Het is echt gewoon alles waar ik in mocht verdrinken. Vanaf de familie en zo. Was gewoon dat familie nog veel groter geheim had. Wat uiteindelijk ook weer aan de overheid en aan het leger en zo te linken is. Wat echt te maken heeft met adopties, documenten veranderen en zo. Toch steeds meer het idee, ik ben echt 2 jaar jonger. Echt als laboratoriumdingen. Als ze niet allemaal gerommeld hadden, was ik misschien wel als meisje
Zou ik een meisje zijn misschien wel? En weet je wat ze zeggen? Of je in de toekomst kan je bepalen of je een jongetje of een meisje. En blauwe of groene ogen. Echt alsof ze op die manier met mij toen al hadden gerommeld. Alles had je over Neuralink en zo. Dus wat ze nu naar buiten brengen voor het grote publiek. Maar echt gewoon evidente onderzoek. Vanaf begin af aan heb ik gewoon elke chat, elke mail, alles wat binnenkwam, heb ik meteen gedeeld. Omdat ik het idee had, misschien is iemand wel als mij met anderen aan het chatten. Echt alsof ze heel beeld van me wouden schetsen, alsof ik een hele crimineel was, of ik een hele hoer was, of wat dan ook. Dat ook gewoon dat als ik de deur uitging, dat ik de voice recorder om mijn nek had hangen. Echt gewoon, net als dat waarom ik op Fidel gedeeld werd. Omdat ik aan het aankaarten wie dat allemaal waren. De spelletjes die gespeeld werden. De manier hoe anderen van hun karma dachten af te komen. Voor het beeld wat dan geschetst wordt bij andere mensen, zodat de aandacht ergens anders op gericht wordt. Al die pionnetjes wat ze in hebben geschakeld om vies vuil werk te doen. Zoals al die emotionele spelletjes, de emotionele chantage. Gangstakken. Net als de vijanden op internet verzamelen, cyberpesten, maar ook een heleboel die dan verstoppen of iets proberen echt te maken, zoals de copycats echt proberen te maken. Heel nep onderzoek met waarschijnlijk documenten vervalsen en zo. Echt doen alsof ik een of andere crimineel ben. Dus me niet alleen in gevaar brengen, maar me ook gewoon. En niet alleen karaktermoord, maar juist heel karakterachtig iets aan het creëren zijn. Dat dit ook echt te maken heeft met hogerop. Mensen op hogere posities, tot rechters aan toe. Ja, hoe je God dan ook wil inkleuren. Zo ben ik ook nooit ermee opgevoed. Dus hier vanaf het Westen gezien, ben ik geen katholiek of christelijke of Jehovah-getuige of protestant of wat dan ook. Zo kon ik ook een heleboel vinden. Ik ben echt van die New Age troep af. Dat moest echt de psychologie in. En ondertussen heb ik me wel in alle geloven verdiept. Dus ook in het Joods. Ook in de moslims. En overal vind ik wel God in terug. Of het nou God of Allah of Odin of weet ik veel. Wat wil dat? Het Zoroastrisme. Dat kon echt gewoon christelijke Joden, moslims. Kon het allemaal zijn plek geven. En of je dan ook Jezus of Isa wil noemen. Die was meer God. Was God, maar meer God als dat Adam dat was. Adam was slechts in zijn evenbeeld. Ze lijkt ook steeds meer op de kinderen van Eva. Hun vader was niet Adam, hun vader was God. Dat voor mij is echt alles. Alles gaat hun karma krijgen, alles gaat hun straf krijgen en hun judgment die komt echt vanzelf.
gaat echt gerechtigheid komen voor al dat spelletjes wat met me gespeeld is. Het alles voor me verpesten. En alleen maar omdat een paar mensen wat begonnen met het willen hebben wat van een ander is. Mensen die aan het stelen waren. En dan ook nog al die copycats eroverheen. Al dat teamwork. Al dat fake onderberichten en, bij livestreams. Die het eigenlijk alleen maar belachelijker maakten. Voor hoe echt iemand dan is. Gewoon kinderachtig geweldig vinden. Iets wat niet grappig is. Zogenaamd helemaal geweldig en lachen en we want more. Een heleboel wat doet alsof hun neus aan het bloeden is. Zogenaamd niet zien wat er allemaal aan het afspelen is. Van mensen met een hoger bewustzijn, mensen die heel erg spiritueel, 5D of mensen die met God zijn. En ook al die God bless we niet zien. Waarna mensen helemaal gaan doen alsof ze met God zijn. Terwijl ze met al die slechte dingen bezig zijn geweest. Alle hoofdzondes wel begaan hebben. En vooral het stelen. Zal ze zwaar te voortduren komen. Dus voor mij is het ook echt gewoon. Die hele familie. Gaat echt een straf krijgen. Zogenaamde vrienden, echt frenemies, gierig voor het gras was groener. Die mij zeker ten eerste hadden kunnen helpen. Maar het tegenovergestelde zijn gaan doen. Ik wil ook expres in mijn energie hangen. Expres. Als ik zei dat bepaalde dingen niet moest doen, gingen ze het expres wel doen. Daar moet je niet mee bezig zijn. Gingen ze er expres mee bezig. Het is heel erg een heleboel wrijving en frictie wat mensen aan het veroorzaken waren. Een heleboel acties in de hoop dat ik met een reactie kom. Maar ook buren. Zitten er meerdere in het rijtje. Zo meerdere mensen verder door horen heen. Een heleboel wat dingen niet bij hun hart kon nemen. En niet omdat ze zozeer geen hart hebben, maar ze hadden het hart voor mij gewoon dichtgetimmerd. Haat, envy, tot sommige mensen misschien wel jaloers. En een heleboel mensen iets gekregen hadden. Of iets zouden krijgen, bij wijze van spreken. Alles maar om te verstoppen dat ik dat vangnet aankaartte. Terwijl ze waren zelf die spelletjes aan het spelen. Met die is controlled opties en die moet je niet vertrouwen. Totdat ik er aan mee ging doen. Waar het voor mij geen spelletje was. Ik zag hun samenwerkingen. Het was duidelijk wie bij elkaar hoorden. Nou, en zo een heleboel. Wat alleen al zogenaamd niet weet wie Mahi is. Donders goed weten wie het is. Daarmee gewoon kon aantonen van acteurs. Hoort bij het zoontje. Krijg je geld om bepaalde acties, bepaalde gedragingen te laten zien. Echt mijn destiny in de weg gelopen. Echt mijn erfenis gestolen. En niet alleen zo binnen de materie, maar ook spiritueel. God, via God gezien. Een heleboel met smerige intenties. En zeker niet puur. Nou, die kamer waar ik nou in was, was echt alsof het een studiekamer van een Freemason was ofzo. Waarbij het wel lijkt. Zoveel was ingedekt. Een heleboel is echt een test geweest voor een heleboel mensen. Voor mij is het echt, ik heb nou echt wel alles gezegd. Alles aangekaart. Alle namen opgenoemd waar ik last van had. En als dat dan alles aangepakt wordt en ik mag als mijn eigen golden witness. Ja, dan heb ik ook nog een hele voice recorder met alles wat ik buiten kwam in de supermarkt, in de huismolen.
andere mensen bij wie ik mijn hart aan het luchten was en wat echt zo dood, zo leeg, zo zombie terug aan het komen was. Omdat ze zoveel mensen hebben hier al iets mee te maken. De leden van de kerk, die zitten verspreid door de buurt, door horen. Op posities binnen justitie of bij de rechtbank. Dus aan de ene kant moest echt verstopt worden dat er erfenis gestolen werd. En aan de andere kant een heel rolletje met mijn destiny stelen, maar alleen maar om hun smerigheid te verstoppen. Alles kapotmaken, verdelen, heers. De hele demo-wereld. Dat gewoon zwaar geïnfiltreerd is. En daardoor deze 3 jaar gewoon niks gedaan heb. Niks, alles is voor niks geweest. Iedereen moest in rep en roer. Iedereen moest in zoveel mogelijk mensen in opstand. Wat politie en justitie er dus gewoon mee te maken heeft. Waar de overheid, politiek gewoon mee te maken heeft. En iemand die dat dan echt allemaal ziet. Dat moet echt zo ver weggedrukt worden. En leg ik al uit. Je moet niet aan mijn identiteit komen. Ja, die waren ze al aan het verbergen. Ik ben wel echt aan het spiritualiseren. Ik ben wel echt naar binnen toe aan het keren. Ik wou hem alleen maar mijn trauma's verder indouwen. Trauma's van mijn kinderjaren opnieuw laten herleven. Nieuwe trauma's aanrichten. Tot me echt depressief willen hebben. Zoveel verwarring veroorzaken en dan doen alsof ik in de war ben. Willen drukken alsof ik in psychose zit ofzo. Zoveel NLP-technieken. En dan kan je aan 4, 5 agenten vertellen wat er allemaal speelt. 20 wetten die overtreden worden en alles moet maar beschermd worden. Ook omdat ze een heel vals beeld van me geschetst hadden. En hoe langer het duurt, zou het alleen maar duidelijker moeten worden voor hun die wel onderzoek doen. Wel observeren, wel zelf de boel analyseren. Nou, zoveel heb je hier uiteindelijk mee te maken gehad. Omdat mensen gewoon geld krijgen. Dat ze geld beloofd werd. En alles en iedereen zal zijn straf moeten nemen. Zoals een karma die krijgen. Mensen die geloven niet in God, maar... Ja, zoveel wouden het machtsmisbruik verstoppen. Zoveel mensen wouden dieven, verwaarlozing en misbruik verstoppen. En dan loopt er helemaal rond, dat doet alsof de klokkenluider is. Zo heb ik me wel een heleboel mensen verdiept. Maar ik heb gezien hoe fake het is. Of hun wel, zijn wel echt in de war. Sommigen zijn ook gek gemaakt, waren niet sterk genoeg. Maar een heleboel mensen die zijn ook aan de drugs. Zitten aan de alcohol. Maar mensen die dan maar niet zien. Wat voor vieze spelletjes. Dat iemand zich echt als meisje aan het gedragen is. Alleen maar om mij buitenspel te zetten. Daar een heel fucking fake team voor nodig heb. Wat er achteraan zit. Alles en iedereen die daar aan meedoet. En met al die mensen die ik ken. Met toch al die opleidingen die ik ook gedaan heb. Waardoor ik heel veel mensen ken. Dat het niet alleen shadowbanning is. Een heleboel zouden gewoon mijn naam in kunnen drukken. En dan vinden ze de video's. Of ze zijn die ook gewoon aan het verstoppen. Waardoor niet alle video's zichtbaar zijn. Zijn er zoveel wetten die zijn er overtreden? Dat ik nu al echt datums in mijn hoofd heb. En dan ga ik wetten overtreden. En als het dan voor de rechter moet komen, dan gaat ook alles voor de rechter komen. En dan zullen jullie zien dat ik mijn get out of jail ticket
Meer als meer die heb ik verdiend. Een heleboel mensen zijn me een opoffering schuldig. De overheid zeker. Het Openbaar Ministerie, justitie, politie zeker.